Goedemorgen, het is zondag en het is 10 uur en ik sta onder de douche. Maar ik wil nog even slapen. Ik wil nog niet wakker worden. En we hebben weer met de verwarming aangeslapen. Dus mijn hoofd is weer rood omdat het zo warm is. Ik ga nog even slapen. Ik ga er nog niet uit. Check wie er nu aankomt. Hallo. Moet ik wakker worden, lieverd? Zit mijn kopjes te geven. Hè? Ja, mijn lief. Hallo. Hallo, lieverd. Kwam je mij wakker maken? Dit is trouwens het schilderij van mijn vader. Dat willen we eigenlijk daar ophangen, maar het gebeurt ook eens niet. En nu liggen de kussentjes zo in plaats van mooi op bed. Oh. Zal ik eruit? Nick wilde graag iets leuks doen. Maar hij heeft net echt, ik denk wel 3 kwartier onder de douche gestaan. Dus het warme water is op. Dus voordat ik kan douchen, zijn we echt 1 uur verder. Ik ben officieel uit bed. Ik ben nog wel in mijn pyjama. Maar ik wilde nog even iets laten zien. Want ik heb namelijk iets besteld. Ik heb de laatste tijd heel erg problemen met mijn huid. En toen dacht ik... Ik vind het altijd moeilijk om veel geld uit te geven aan crèmetjes en dingen. Omdat ik dan altijd denk, ja, als ik er verkeerd op reageer en die kans is bij mij echt nou, 50-50, dan heb ik zoveel geld uitgegeven. Maar aan de andere kant denk ik, ja, misschien als ik iets meer geld uitgeef, heb ik ook minder last van mijn huid. Dus ik heb op online drogisterij.nl of zo heb ik een aantal producten besteld. En die wilde ik jullie nog even laten zien, want die zijn gisteren binnengekomen. Ik heb gekozen voor Bionormal en dan de lijn voor de zeer gevoelige huid. En ik heb ook echt gelijk stap 1, 2 en 3 gekocht. Dus ik heb de... dit is volgens mij de dagcreme. Nee, dit is de nachtcreme. Dit is de reiniging. Dat is dan stap 1, zeg maar. Dit is stap 2 en stap 3. Dagcreme en nachtcreme. En daarnaast heb ik dan de bio-oil gekocht. Want ik weet, mijn moeder had deze thuis ook. En als ik dan echt een plekje had die niet overging, een uitgedroogd plekje, smeer ik dit erop en dat was altijd super fijn. En Poesje vindt het ook super fijn. Maar ik heb voor deze gekozen omdat ik natuurlijk die oog... Nou, Poes. Die oogmake-up remover had gekocht. En die bevalt me heel goed. En mijn ogen doen echt minder zeer. Dus ik dacht, oké. Dus ik was 40 euro in totaal kwijt. Het is echt een aanrader. Waar was het ook weer precies? Ik ga even die site opzoeken, want het was echt veel goedkoper dan bij de Kruidvat. We hebben een uitgebreid ontbijtje vandaag. We hebben 2 soorten filet. Carpaccio. Ham. Eiensalade. Kipgrilworst en gewone grilworst. En braad. Kleine dief heeft weer iets gestolen wat niet van hem is, hè? En nu moet je naar huis. Is Sunny er niet? Maar ik dacht dat die van Sonny was. Mickey en Sophie gaan even wandelen. Wandelen in het bos. Ja, je moet naar huis. Volg je. De buurvrouw stuurde een berichtje dat ze even naar de Kruidvat gingen, want ze wilden wat foto's afdrukken. Toen mijn gasten weggingen, zeggen ze, waren even 2 vrienden van Nick, die kwamen even een bakje koffie drinken. Ze zeggen, wat hangt op je deur? Dus die foto afgedrukt. Oh, oh, oh. Dat ziet er echt cool uit. Ik ga hem wel van de deur afhalen. Poes heeft ook de zomer in de bol. Staat te kijken of hij al vogeltjes kan vangen. Poesje. Ga je vogeltjes vangen? Waar kijk je naar? Waar kijk je naar, lieverd? Ik vind dat een beetje eng als je zo uit het raam zit.
Jij vindt het een beetje eng. Vind je een beetje eng? Ik snap wel dat jij het leuk vindt. Oeh, helemaal op dat randje. Ik ben weer glitterbol. Glitterbol in de zon. Hebben we gewoon een keigezond maatje op de zondag? Het is 11 uur en Nick en ik hebben een spelletje gedaan met de buren en daarna een aflevering Suits gekeken. Hij is al een tijdje aan het slapen, maar ik ben even een beetje helemaal in de zenuwen, want zoals de meesten van jullie weten heb ik mijn scriptie 3 weken geleden ingeleverd en binnen 3 weken moet je eigenlijk je cijfer krijgen. En ik heb nog niks en morgen is de laatste dag dat ik het kan horen. Ik word er helemaal gek van. Ik moet dus nog een essay schrijven, die is leidend voor je eindgesprek. Maar ik kan me gewoon niet concentreren, ik kom er niet toe en ik ben alleen maar dan elke keer aan het denken, oh wat heb ik eigenlijk in mijn scriptie gezet, heb ik het wel goed gedaan, heb ik het wel onderbouwd. Ik heb nu even een essay gelezen van een klasgenootje van mij. Die had niet zo'n hoog cijfer, die had een 6. Maar ik weet wel wat zij niet zo goed heeft gedaan. Dus het is voor mij dan toch wel weer een bruikbaar voorbeeld. En ik heb even goed doorgelezen wat precies van je geëist wordt. En dan ga ik morgen met Bernie naar school. En dan gaan we de essay maken. En dan moet die dinsdagavond ingeleverd worden. Dus dan kan ik er dinsdag ook nog een keer naar kijken. Op zich is 2000 woorden, dus stelt niet zo heel veel voor. Het zijn ongeveer 2,5 kantjes. Maar ik moet het morgen horen. En eigenlijk vind ik voor 12 uur, weet je wel. Want ik moest ook mijn scriptie voor 12 uur inleveren. Dus als zij echt 3 weken hebben, moest ik ook voor 12 uur mijn cijfer hebben. Maar ik heb het gevoel dat ze te laat gaan komen. Het is ook zo frustrerend dat Birdie al wel een cijfer heeft. We gaan het allemaal afwachten. Ik weet het echt niet. Ik weet het gewoon niet meer. Ik ga lekker slapen. Poging doen. En dan morgen gewoon een hele spannende dag. Bedankt voor het kijken. Welterusten. Tot morgen. Goedemorgen. Het is 9 uur. Nee, ik lieg. Het is 10 uur. Het is gewoon keihard 10 uur. Ik moet namelijk